In deel 2 van het vervangen van de schroefaslager gaan we nu de schroefas zelf verwijderen. En je ziet dat er van ons zinkanode al niet veel meer overschoot. Nu, hou maar deze hele grote buisstang of een hele grote steeksleutel bij de hand, want nu moet deze grote moer eraf. En pas op, deze is ook vergrendeld. Die is verzegeld met zo'n klein boutje. En met een inbesleuteltje kan je dit verwijderen. Dus begin daar niet zomaar in het wilde weg aan te gaan trekken. Je zal daar ook best een klein beetje kort gaan opwarmen. Wel kort, want je zit nabij je polyester, dus je wilt die natuurlijk niet gaan beschadigen. Maar dit kan wel eens helpen. Dan moeten we naar de binnenzijde en daar zie je die Vetus demper zitten met al die bouten erop. Er zijn bouten met verschillende diameters, dus dat is ideaal. Die grote mogen eruit, die kleintjes mogen er ook allemaal uit. En dan is eigenlijk het konisch stuk is nu volledig vrij, maar je zal dat er niet uit krijgen. Daarvoor moet je die grote bouten er terug indraaien. En jawel, die moet je volledig tot aan het einde draaien. Als die helemaal tot aan een einde draait, dan komt het konisch stuk automatisch terug los. En hier zie je dus de binnenzijde van het konisch gedeelte die uw schroefas klemt. Dus in het geval dat die ooit zou blokkeren, dan zou je daar een beetje vrij gaan draaien en uw motor dus niet gaan beschadigen. Ook hier dezelfde regel. We gaan niet gaan werken met de keerkoppeling in achteruit- of vooruitstand om te gaan vergrendelen. We blijven de vergrendeling beneden houden met die balk. Voor zover dat dat mogelijk is. Je kan dat ook hier doen door de keerkoppeling zelf ook te gaan vergrendelen met een metalen stuk. Nu zie je dus dat het konisch stuk, is dus, de konische vergrendeling, is vrijgekomen. En het is het moment waarbij dat je nu ook de as zal kunnen verwijderen. Want het konisch stuk gaat er gewoon af door er een beetje op te tikken. En in dit geval is dus volledig de as vrij. Als u nog het roer opzij zet en gelijktijdig misschien ook de hydrauliek verwijderen. En we vergrendelen het roer in een volledige zijstand. Dan zal je in dit geval hopelijk uw as vrij naar achter kunnen bewegen en kan die er volledig uit. Het is ook het moment om nu met een beetje staalwol en wat product uw as volledig te reinigen, zodanig dat die er terug netjes uitziet. En kijk ook voor slijtage van uw as. Is die ingesleten? Beoordeel dan ook in welke mate dat dit nog verantwoord is of niet. Je kan dat altijd met een metalen latje doen die je dus in de lengte op de as legt en eventjes kijken in het licht hoeveel licht er doorkomt. Is dit nog beperkt, dan kan je as achteraf monteren in een iets andere stand, dus een klein beetje meer vooruit of een klein beetje meer achteruit, waardoor dat de asdichting terug weer netjes aansluit op een niet ingesleten gedeelte van je as. Zo, hebben we weer wat bijgeleerd? Fantastisch. Dan vraag ik u, druk even op de subscribe-button. En natuurlijk mag je ook onderaan wat leuke commentaar nalaten. Alvast bedankt.